Dit is de tent. Eigenlijk een beetje het centrale gedeelte van de markt. Die komt helemaal vol te staan met handelaren. Dit is eigenlijk ook een ding van onze markt. De tent. Dat hoort erbij. Het is de allerlaatste motorwagen. Ja. Hoe is dat? Ja, het is bijzonder. Corona heeft wel meegeholpen. We zijn een paar jaar niet geweest. Dan wordt alles een beetje roestig. We worden een paar jaar ouder. En er zijn echt wel oude leden bij. Die beginnen wat te kraken. En dan wordt het gewoon lastig om de roosters rond te krijgen. Dat is eigenlijk het grote probleem waar we nou hebben. Vind je het jammer dat het de laatste keer is? Ik vind het zeker jammer. Ja, ik vind het een heel leuk evenement. De mensen komen van heinde en ver. Altijd positieve berichten. Altijd gezellig. Voor mij persoonlijk het mooie is van ik ben 4 dagen weg. We bouwen 3 dagen op. 1 dag markt. En ik ben 4 dagen compleet van de wereld. Dat je net als je vakantie hebt. Of je ergens in het buitenland zit. Gewoon, je komt thuis om te eten en eventueel te eten en te slapen. En voor de rest ben ik hier. Het is gewoon heel gemoedelijk. Ik het is gewoon niet... zonbeurs. Vriend, afscheid nemen doet pijn. Sorry. Dat mag, ja. Dat is oké. Sorry. Ja, dus, emotie ook. Ja. Ja. Dus er is iemand, die staat hier 45 jaar, die is eigenlijk gestopt. Die is bij onze eerste markt is hij geweest, is hij begonnen. Hij is inmiddels gestopt, maar hij komt toch voor deze markt, voor de laatste, zijn laatste, maar onze laatste markt komt hij terug. Dus die heeft 45 jaar bij ons gestaan. Ja, het is al gewoon bijzonder dat het allemaal zo is. Nog 1 keer samenkomen? Nog 1 keer samen, ja.